Inge van der Heijden, je bent wereldkampioen geworden. Wat is er hier gebeurd? Ja, ongelooflijk. Dat had ik echt niet verwacht. Ik had zeker gehoopt op een podiumplek, maar dan eindigen met de trui is echt geweldig. Je maakte wel vanaf het begin, denk ik, samen met Celin de sterkste indruk. Jullie wachten eigenlijk lang voordat het uiteindelijk beslist werd. Ja, het was heel moeilijk steeds weg te komen en ja, we kregen het samen niet voor elkaar en ja, dan moest je gewoon voor jezelf gaan kiezen. En ja, ze kwamen iedere keer weer terug en de groepen werden steeds groter en er kwamen meerdere mensen aansluiten. Dus uiteindelijk werd het wel super spannend en ik dacht, ja, ik moet gewoon beginnen op de laatste schuine kant, want daar, ja, daar kun je het meeste gaan verliezen. En ja, uiteindelijk heb je op die rechte stukken op het einde nog best wel wat kans om voorbij te komen. En Celin had mij op een gaatje zitten op de laatste afdaling. Ik dacht, ik moet er nu naartoe en dan in het wiel zitten. Maar ja, het was erop en erover in een lange eindsprint tot de finish. En ja, dat was hem. Maar ik denk dat je eigenlijk misschien wel dacht, dat wordt zilver. Wat zei je? Ik denk dat je eigenlijk al dacht, dat wordt zilver. Ja, ik had het nog niet opgegeven dat het geen goud zou worden. Omdat ik zag dat Celin ook wel een beetje stil zou vallen. Maar ja, het is gewoon ongelooflijk. Ja, jouw seizoen is, die kan niet meer stuk natuurlijk. Hè? Op alle podia van de kampioenschappen. En dan heb je net op het WK het goud. Ja, dat is eigenlijk de mooiste. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dankjewel.